Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Gisteren is de 40 dagen tijd weer begonnen. En de 40 dagen tijd, dat zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondag wordt nooit meegeteld. Maar de 40 dagen tijd zijn 40 dagen voor Pasen waar je op iets gaat vasten. Bijvoorbeeld, je eet 40 dagen geen chocola, je kijkt 40 dagen geen Netflix, of je hebt bijvoorbeeld 40 dagen geen seks. En dat doe je na 40 dagen en in plaats daarvan ga je meer concentreren op de Bijbel en op God en op het geloof. Dus in plaats van Netflix of seks of chocola, pak je even die avond de Bijbel erbij en dan ga je even dat lezen, even bidden met God en daar hou je je dan mee bezig. En dat doe je dan 40 dagen. En dan doen sommige mensen heel bijzonder over van, ik heb 40 dagen geen seks. Dat is heel knap. En dan denk ik van, hallo, jij hoeft maar 40 dagen geen seks te hebben. Ik heb al 4 jaar geen seks meer gehad. Al 4 jaar heb ik geen seks meer gehad. En er is niemand die zegt van, Wouter, jij hebt al 4 jaar geen seks meer. Dat is knap. Terwijl bij die 40 dagen vinden mensen dat allemaal heel bijzonder van hunzelf. Maar dat is voor hun al heel zwaar. Terwijl Wouter al 4 jaar droog staat. Maar ja, goed. Ik doe dus aan 4 jaar of geen seks meer. Maar ja, maakt niet uit. Maar, dan moet ik wel eerlijk toegeven. Je kunt ook seks hebben met een pop, hè. En nou dacht ik pas wel een keer van, laat ik een keer seks gaan hebben met zo'n pop. Laat ik een keer uitproberen hoe dat is. Dus ik probeerde seks te hebben met zo'n pop. Komt er opeens iemand naar me toe. Meneer, dit is niet de bedoeling, hè. U staat met een paspop te seksen. Stond ik in een kledingwinkel. Was misschien niet zo handig. Maar goed, even terug naar het onderwerp. 40 dagen dat je gaat focussen op de Bijbel. En ja, nou is dat 40 dagen tijd. Is dat niet zo populair als de Ramadan en al die andere dingen. Maar er doen ook heel weinig mensen aan mee aan de 40 dagen tijd. Het is ook niet heel bekend. Weet je, ik kende het eerst ook niet. Het is maar sinds een paar jaar dat ik het ken. Maar voor de rest heb ik er nog nooit van gehoord. Maar toch is het misschien wel iets moois, hè? Kijk, nou geloof ik zelf niet in God. Ik ben zelf niet gelovig. Maar je kunt je wel in die 40 dagen, kun je eens gaan beseffen hoe verslaafd je eigenlijk bent aan sommige dingen, wat je misschien niet eens merkt. Bijvoorbeeld, je gaat 40 dagen geen Netflix kijken. Nou, dan merk je waarschijnlijk wel hoe gewoon je het vindt om Netflix te kijken. En als je bijvoorbeeld 40 dagen geen chocola eet, nou eet ik sowieso geen chocola, want ik vind chocola echt walgelijk, ik vind dat niet lekker. Maar je kunt je wel gaan bedenken van, hoe erg heb ik het nou nodig? Ik bedoel, hoe zwaar valt het me nou? Dus je kan wel een beetje gaan rekening houden met je verslaving en zo, of je verslaving hebt. Maar goed, nou doe ik er zelf niet aan mee hoor. Maar ja, het is voor sommige mensen misschien wel mooi om even rekening mee te houden waar ze niet zonder kunnen. En voor sommige mensen ook weer mooi vanwege hun geloof en zo. Kijk, iedereen moet zelf weten of hij meedoet of niet. Maar ja, ik weet het niet. Ik zie daar niet echt de nut van in. Want niemand controleert het. Ja, misschien de schepper hierboven, maar voor de rest controleert niemand het. Maar ja, je moet het ook puur doen voor God natuurlijk, hè. Ik bedoel, je doet het niet voor je buurvrouw, je doet het niet voor de bakker om de hoek, je doet het niet voor nee, je doet het voor niemand. Je doet het alleen voor God. Dat is het belangrijkste. En voor jezelf natuurlijk. Maar ja, je moet zelf maar even weten of je er aan mee moet doen of niet. Ik doe er zelf ook niet aan mee. Maar toch, ik vond het wel interessant. Goed, is er nog wat te melden? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ga jij meedoen aan de 40 dagen tijd? Laat me even weten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.